zelf langdurig presteren op het allerhoogste niveau. Dat geeft de zekerheid van nakomelingen die dat ook kunnen. Verdi TN sprong zelf maar liefst 10 jaar op internationaal topniveau en leidt nu de wereldranglijst voor hengsten in zijn leeftijdsgroep. Voor Oranje sprong Verdi met Michael van der Vleuten op 12 grote kampioenschappen. Verdi won team zilver op de Olympische Spelen in Londen, team goud op het wereldkampioenschap in Caen en team goud op het EK in Aken. Daarnaast waren Verdi en Michael cruciaal voor de overwinning in 3 FEI Nations Cup wedstrijden en pakten ze in 2016 de wereldbekerkwalificatie van Verona. Ze wonnen de hooggedoteerde finale van de Global Champions League in Praag en in de loodzware 1,70 meter hoge Rolex Grand Prix van Spruce Meadows werden ze tweede. Inmiddels heeft de koning van Team Nijhoff zich ook ontwikkeld tot een ras-echte stempelhengst. Hij heeft nu al 186 internationale springpaarden op zijn naam staan, waaronder tientallen die op het hoogste niveau worden uitgebracht. Kinderen als Chaplin, Varun, Q-Verdi, Comic, Quidam en Ibelle zorgen ervoor dat Verdi TN de leiding op de wereldranglijst voor hengsten met nakomelingen tot 15 jaar stevig in handen heeft. De eigen prestaties en die van zijn kinderen komen niet uit de lucht vallen. Vader Quidam de Revel is een van de invloedrijkste hengsten van de afgelopen decennia. En datzelfde geldt voor Verdi's legendarische grootvader Landgraaf I. Daarbij bracht de moederlijn van Verdi, Holsteiner stam 474A, al vele toppers voort. Zoals Calato, Verdi al Boubalou en Vincino. Verdi TN, de kerngezonde, knalharde krachtpatser, geeft zekerheid in de fokkerij. Oh, oh, oh.